Bridget Mons. Wacht, waar ben staat ik een het? Bridget Mon? Nee. Ik ben wel een Bridget Mon. Iedereen is 12 punten. Maar kijk, het probleem is, ik heb zo weinig Pokémon fucking informatie. Vergeleken met andere hier tenminste. Informatie ja, over wat? Let's go, in het algemeen. Oh, zijn we live? We zijn live. Ik heb een ad. Ik ook. Oeh, wat, met een ad hebben, fucking wat, wat voor ad hebben jullie? Bij mij is er in slaap gevallen bij McDonald's. Ik heb geen ad, zonder ad. Ik heb niet eens een adblocker. Oh, wacht, ik moet nog inloggen. Je bent... Ik heb wel een adblocker. Ik kan ook als lamplik inloggen. Ben en Jerry's? Er is nog een Ben en Jerry's oh fucking... Oh mijn god, deze stream layout. Ah, dit is wel echt perfect. Ja, dit is zeker een stream layout alle tijden. Dit is mijn ad. Jongens, dit is mijn presentatie. Ik heb hem nog niet heel goed voorbereid, maar... Goed gedaan, Luke. Spreek wel geen Lesburg. Yo, V, ik heb nog niet mijn Nederlandse presentatie gemaakt voor mondelings. Ik hoop dat jullie niet zo erg gaan letten op de visuals, maar meer gaan letten op de inhoud van deze presentatie. Kunnen we als iemand wil, moeten we dan een afbeelding naar Niels toesturen dat hij die slide erop kan zetten? Oh nee, sure, ik ben down. Waarom niet? Oh, laten we eerst beginnen met, like, wie de fuck moeten we allemaal gaan draften? Alright. Lijstjes staan op Wouter Channel. Oké, okay, fine. Die open ik op een ander scherm. Sure thing here. Het is Farid, Kaylee, Daan, jij, ik, Delano, Chino, Lars, Sam, Elisa, Luke. Delano ook? Nee, niet Luke. Mm-hmm. Tomski en Nils. Nee, Delano. Het lijstje ontbreekt wat, Ger. Delano stond er bij mij niet tussen. Dit is wat Lars door heeft gestuurd. Lars heeft de fucking verkeerd door. Zit fucking dumb fuck. Ja, het is elke zaterdag gestuurd. Morning. Fucking dumbass. STOOPID. STOOPID. Doe nou maar eens lekker mee. Dat kan je alsjeblieft niet in mijn been bijten. Dat zou ik heel fijn vinden. Nee, dit is volgens mij de reactie op, like, komen jullie voor 6 uur aan? En iedereen reageert van een ribbie smile van tafel. Mhm. Want al die 11 mensen weten dat Niels niet op tijd gaat komen. En ik bij proxy dus ook niet. Gaan jullie niet gewoon met de trein? Alright. Als we met 13 man... Dat heeft Niels nog nooit eerder gestopt, Luke. Fuck. We zijn met 13 man. Oh, yes. Had Jan al wel of niet geconfirmed of hij wel kwam? Nee, heeft hij niet. Dus we doen Jan niet meerekenen. Yes, oké. Okay. Quantum Jan. Hij heeft hier ook niet gereageerd, dat ben ik blind. Heeft iemand, like, background muziek suggestie? Ik heb momenteel gewoon het Wii Sport character select screen, want ik vond het wel toepasselijk, maar ik luister al een kwartier naar, ik word gek. Oké, kan ik je Toho aanraden? Dames, eind. Kom maar op, noem maar op. Fallen Kingdom. Welke wil je, Lunadile? Wat wil je? Ja, Fallen Kingdom, kan... Fallen Kingdom. Dat wordt je copyright. Ik kan je AI Somnium Fels aanraden. The world. Nee, dat noemen we Rising Kingdom, de original parody. Ja, ik zal het opstellen. Oké. Dat was Critical Clash 2, Past Jam. I mean, Octopath muziek is zo goed, maar het is ook, like, kinda risky van Square Enix. Ja, precies. Ik heb geen idee. Dan werkt Fallen Kingdom 10 keer beter, heb ik zo gehoord. We zijn nog nooit eerder gecopyright strikt, ofwel Elisa. Mocht iets anders willen, dan stuur ik even deze door. It's time to do. Ik weet niet waar je het over hebt. De laatste woorden voor het stuk wat gecopyright claimed werd, gaan altijd bij me bijblijven. We gaan gecopyright geclaimd worden, of niet? Dat is het laatste wat je hoort voordat er een stuk van de video mist. Oké, dus het lijst aan namen. Wie is er allemaal? Nou, je hebt Lars, Luke en Luke die gingen draften. Oké, one second, mijn PowerPoint hangt vast. Technical difficulties. Please,
sit back in your seat. Jezus, man. Moeten we onze handen binnenboord houden tijdens deze rit? Nee, handen niet binnen wel. Ja, Sas? Bro, je hebt geen idee hoe lang het duurt voordat ik letters zie als ik ze intoet. Het duurt langer voor dat meisje zien. True. Dat was steeds. Lazas is hype. Okay. Een ogenblik geduld. Altijd. Mijn stream loopt zo mok of ik dacht al die van jullie. Ik heb nu pas helaas als een beeld. Oeh. Alright, dus we hebben... Bij mij is het al weer weg. We hebben team Luke. Oké. Okay. Is de tweede last of de andere Luke? Tweede is last. Dat is het enige die niet op een wielpositie zit. Dat is best wel pijnlijk. Aha. Okay, cool. Een vreselijke draftplek, maar ja, wat doe je eraan? I mean, ik vind het niet fijn dat like, de twee beste picks... Hij gaat hier een meta aan zitten. Vond ik dus weg van mij. Wie is de beste pick? Dat is de betere vraag. Wouldn't you like to know what a boy? Zo denk ik wel welke categorie. Categorie anime, denk ik richting... Shinoger. Niet Kaylee? Als het om de anime gaat? Ja, zoiets. Nee, ik heb een idee wie ik ga draften. Ik heb ook een idee wie ik ga draften. Ik hoop dat ik het kan. Nee, maar wie is je backup? Is een vraag. Oh, fuck een backup hebben. We just fucking... fucking go. Ik ben redelijk ervan overtuigd dat van de eerste twee picks, allebei de picks gesniped gaan worden. Nee, mijn pick gaat niet gesnuikt worden. Dat is de moeder hier een meta in gaat zitten, toch? Hoezo? Ik ga niet picken, geen meta. Ik ga alleen een keuze van meta. Mijn hart maken in plaats van mijn geest. Wacht, nee, dat is kut. Yo, the power of friendship? Nee, ik heb een krachtigere kracht. De kracht van dode relatives, zodat je in een zwakker wordt? Nee, ik weet precies wat de kracht van nu gaat zijn. Luke gaat aanpikken voor de Power of Douglas. Ja, fucking spoilers, hè, bitch. Maar doen er wel genoeg Douglas mee? Nee, maar 1 is beter dan 0. Dit is gewoon hetzelfde als bij trefbal op het gym. Je kiest één persoon en die gaat je influisteren wie je moet pakken dan aan. Je moet gewoon Jan overtuigen. Dat was zeker... Kijk, shut the fuck up. Ga gewoon voor de mensen met een Douglas mindset, Luke. Ja, weet ik. En er is één persoon hier die al heeft, gelukkig. True. Hey, yo. Luke. Oh, shit. Hij komt hier. Dat is wel heel true, though. Ja. Wacht even, ik ga even... Oh, sorry, Niels, volgens mij was dit het lijstje. Ik ga even de laatste portie van mijn niet-soep-soep halen. Niet-soep-soep? Ja. Dat is gewoon wel soep-soep. Water. Is een bouillonblokje? Nee, okay. Bouillonblokje met water. Dat is anders ook gewoon soep. Het is bouillon. Het is yoghurt met muesli soep. Nee. Yoghurt met kruiseli wel. Is patat met mayonaise een soep? Nee. Ja, als je het in een kom doet. Alles in een kom is een soep. Spaghetti in een kom is ook een soep. Je slurpt het zelfs. Alles in een kom is soep. Dus je arm is soep. Mijn kat is soep. Oh ja, nu niet meer, Aaron. Ah! Wat? Wat? Ik haal hem een arm uit de kom. Oh. Oh. Ik geef hem niet eens. The cursed soup takes. Ik had vandaag ook soep. Oeh. Niet soep, soep acquired. Oeh. Jee, eet smakelijk. In mij? Wat zit er in je niet soep soep? Hé, erwtensoep is gewoon lekker, dus ik er niet. Ja, ik doe jarnot. Aan de roerbak van ze. Kippensoep de dood. Nou, sorry, aardappelschijfjes aan roerbak van ze. Right, wie heeft deze lijst getypt, Gerben? Want je noos is fout gespeeld. Ja, echt. Daan, volgens mij. Daan. Nee, dat is perfect. Nee, dat is kut gespeeld zelfs.
Het is hier nou. Dit ziet er nog steeds niet correct uit. Ik heb het nu. Het is dubbel N, 1 T. Ik heb het al gefixt. Ik moest dubbel checken, want ik was van dit klopt toch niet. Ik vond met de P vond ik het er mooier uitzien. Je weet dat Shinode terug gaat kijken en nu gaat zien dat je niet weet hoe je zijn naam spelt, right, Niels? Wat? Ik wist wel hoe je het spelde. Ik nam gewoon jouw lijstje en het was van, wait, klopt dit? Dit klopt helemaal niet. Ja, en toen moest je de N en de T dubbel checken, omdat je niet weet hoe je zijn naam spelt. Ik ging twijfelen juist dat het was fout. Als je me goed op mijn gang liet gaan, maakt niet uit. Niet fair. Redelijk moeilijk naam. Je is allebei bij. Oh, Gerard, Bertoon. Nee, wel. Je moet gewoon... Nee, zijn grappig. Naam zoals Daan. Of Nieuw. True. Of en jou, dit... Nog een Nieuw. En jou, dit was Daan zijn lijstje, dus het gaan we bij hem plagen. Toevallig moeilijk. Je zou nu gewoon een Niels moeten hebben die is gewoon gespeeld met Griek zijn in plaats van I. Hoe gaan we dat doen met de oneven getallen? SCH op het eind. Oh my god. Waarom staat Tomski niet op de lijst? Staat hij wel? Hij staat letterlijk op mijn raad. Oh, dan is mijn scherm pas gelopen. Oké, okay, cool. Uit. Ik wil het zeggen, Luxus neemt ook nog verder achter dan mij. Iedereen zijn naam hebben gebruikt. Behalve bij Tomski. Is het Farid nou Toho te spelen? Wat dan? Ja, Niels opschrijven. Thomas. Met een uitroepteken. Oh, waarom? Moet ik voelen? Nee. Thomas. Oh ja, Troing. Wacht, met een G. Misschien kunnen random Thomas van de straat pakken. Dat is van de H. It's for you, it's up to you to decide. Met alle Thomassen die ik ken zijn met H. Ja, het is sowieso nee, met H. Nee, H. Ik voel met een H. Zegt het is zonder H, dubbel S. Dubbel S? Wat? Geen Q, heel belangrijk. Oké, ik weet dat Tomski van Friesland komt, maar zelfs dat klinkt eerst. Ja, het is zelfs twee O's. Nee. Nee. Hij gooit een harde prank hier op ons. Hij maakt even een fatu. Als we last van Vierpix laten doen, krijg je zo'n telefoonschema. Ik gooi deze fatu. Namens Snake Order krijg jij het extra lid, Luke. Wat eerlijk gebalanced is dat al, trouwens. Maar het mag maar maximaal 4 zijn. Jawel, hij staat achteraan. Dus hij gaat de twee beste mensen verliezen om de vierde te krijgen. Dat werd toch gezegd in die chat dat het maar maximaal 4 kon zijn. Ja. Dus hoe kan dat dan? We hebben twee teams van 3 en 1 team van 4. Dat is gewoon 6 mensen, dat checkt Niels, samen. Niels, ja, maar... Niels, kan je tellen. Ik ben dom as fuck. Ja, yeah, we know this. Yeah. Hebben we een vierde drafter nodig dan? Ja. Yeah. Die is namelijk toch meer met L. Alright, I got you guys. Oh, het is tijd voor Lee mee. Hij is geëvalueerd, hij is Larel. Het is Larel nu. Larel? Wacht, is Aaron er überhaupt? Nee. Oh. Dat zeggen. Wow, jullie gingen er allemaal op vanuit. Van... Nee, dat is perfect. Want de laatste persoon moet er alsnog via draften. Dus als die niet komt, is dat ook een demon. I mean, als we een draftpersoon erbij doen, dan valt alles anders, Gerrit. Denk ik. Nee, als we een draftpersoon bij doen, dan krijgen we 3 teams van 4 en 1 van 5. En 5 is ook te veel. Als Aaron dan draft, dan krijgen we 4 teams van 4. Gerrit, dat is niet goed. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik ga gewoon het uittekenen, oké? Wat is de lamp? Just hold on tight, oké? Leg hem nu aan de lampen. Hulp is onderweg. Hulp is onderweg. Ik was van, ja, maar als de 13e persoon niet komt, neem niet weg van het feit dat we met 13 personen zijn. Oh. Ik wist niet dat... Je moet toch 12 doen gedeeld door 4? Dat is toch heel simpel? Nu zijn we nog ineens van af, man. Al mijn homies houden van het getal 12, deelbaar door 1, 2, 3 en 4. Oh, nee. Nee. Als je het goed doet. En door 6. Ja, ja door dat 12. Is al gegeven. Ja, 12 is deelbaar door 4, door 2. Ja, 4 is eigenlijk ook al gegeven. Ja, maar het ding is, we moeten een groep van 4 hebben, dus... Of 3. Het mag maar maximaal 4 zijn, maar het maakt niet heel veel uit. 3 mag ook? Oh, waarom sta ik er? Hij staat maximaal 4, staat niet... Dat is wat een maximum 4. Betekent. Nee, mag wel kleiner, niet groter. Dat is wel handig. Dat is wat een maximum betekent. Je bent te veel ja, ik had het niet begrepen. Thomas. Ik heb gewoon een naam gemeten, want ik wil kijken hoe het uitvalt. Dat is de enige reden. Nou, Tom, zie ik ook dat je draft maar ready hebt. Wat? Tom, je hoeft niet te draft als hij niet wil. Dan kunnen we niemand anders erop gooien. Waarom heb je dan de langste naam gekozen? Anders... Dan weet ik zeker dat het... Het is niet de langste naam trouwens. No shot op een Kaylee. K
Kaylee oh, ja. staat. Maar Kaylee is er niet om te draften. Luister, Kaylee is letterlijk aan het streamen. Ga gewoon in de chat vragen wie ze wil draften. Heel vervelend zijn. In de geschiedenis van de mensheid. Gewoon draft snel als stickers die hebben naar Kaylee op te vliegen. Als Roman komt om te draften, moet je Timo Rumi Mumi noemen. Nee. I object. Kunnen we Elisa's teamneming rechten afnemen? Ligt ze aan. Het is letterlijk Roman's bijnaam. Het ligt ze aan. Waarom is dat in mijn naam? Het feit dat jij die bijna hebt verzonnen, Elisa. Dat heb ik niet verzonnen! Ik heb het niet verzonnen. Romski een ding was. Alleen... Ik wist dat fucking Romski een ding was, maar wat al fuck. Roman heeft een keer Poolse bijnamen uitgelegd. Pools? Poolse... Ja, Roman is Pools. Ik kan niet zo goed Pools verstaan. Misschien moeten we even Pools volgen. Ik wist niet dat die Pools was. Is hij ook niet de trek uit de losse Pools? Oh. Ja. Heel grappig. Dank je, dat ben ik goed in. Clash Royale lag is zo'n goede DM. Nee, Clash Royale lag is... is mijn shit. Ik werk er heel blij van. Oh, ik haat die interactie. Kom je ook? Kan wilde eigenlijk douchen. Roman's en overwegingen zijn of het hele object van die kan komen of douchen. Alright, wie wil die Hij is de enige smasher met daadwerkelijke hygiëne. De laatste persoon die draft krijgt een extra teamlid. Wahoo. Wie het extra teamlid is. Dat klopt niet eens, want het is de eerste persoon die draft, Niels. Oh, true. Ja, dat dus klopt. We eindigen daar. Ja, you're right, my bad. Nee, we gaan gewoon andersom. Waarschijnlijk. Yo, manga draft? De manga draft. Holy shit. Nou, als niemand die gaat staan, dan... Kom op, iemand? Dan ga je dan zelf toch staan? Ja, toch? Ik ben al de host van de stream, ik kan niet zoveel dingen tegelijkertijd. Bruh. Man, dit was een hele draft dan. Daan kan het niet zijn, want ik heb Daan gedraft. Je hoeft twee mensen te draften, Luc. I know, maar ik had een plan met drie mensen. Och. Ik kan het zeggen, er staan er probably drie op zijn plan. Oei, back to the lab. Ja. Nee, stop. Ren niet weg, kat. Nu moet ik het hele plan overwegen. Leuk, met mijn knuffelen en in mijn kuit bijten. Ik neem al over. Het is fijn, ik ga er wel staan. Hel. Oh, daar gaat mijn tweede draft. Waarom kan jij niet draften? Ik denk dat jullie zijn alle namen weer off center. Ja, fijn. Niels, laat het gewoon. Laat het gewoon. De stilleel hoeft niet zo mooi te zijn. We zijn nu al in bro, het is al een lekker soort paint looking ass. Kut, de VTuber is er weer. Help, mijn teamgenoot is een VTuber. Wanneer komt die novel is een kleur. Hele goede show. Dat is wel voor je naam eigenlijk voor team. Help, hoe overleef ik een VTuber? Hoe opbreng ik een VTuber op? Dat is goede teamnaam, Loki. Gewoon helder, ik heb een VTuber. Oh nee, je moet gewoon Tomski en Aaron en dan moet je het gewoon V-Goober noemen. Nee. Oké, dat was eens mee. Niels heeft ook geen teamnaamrechten meer. Ja, Niels, get down from there. Er zijn twee Ducklets, oh wacht. Oké, seizoen 16 naam pending. Luc, je mag beginnen. Luc, stel Luc. Daan. Ai. Nou, nu gaan we hopen dat we niet gesniped worden. Nu moet ik er een image in gooien. Oh, ik kan science en gewoon Daan's profile picture pakken, maar ik kan ook fun zijn en gewoon like dat niet doen. Niels, we zijn nu al bezig met deze layout voor met alle respect. Please doe wat meeste tijd kost. Okay, ik stuur Lars wel een ping. Lars.
Oh, Lars. Ja, wacht, Lars kan iedereen draften behalve. Lars. Uit. Ik zie wel even een screenshot. Ik zie wel even een screenshot. Ik ga dit beter doen dan ik een plan. Come on, Lars. Lars, dit duurt te lang. Lars. Draft sneller. Het duurt te lang. Zit hij niet op de fiets of zo? Ja, maar. Dat was hij, maar nu niet meer. Oh. Kijk, dat is gewoon zijn eigen fout. Hij was nog zo jong. Wat een niet gesnipe worden. Maar nu heeft Luc gewoon tijd om een picture voor Daan op te zoeken. Ja, maar dan moet iedereen die privilege krijgen. Ja, klopt. Kijk, dan doe je dat nu voor iedereen die je misschien wel in je team wil hebben. Het duurt niet heel lang om die foto's te hebben. Luister, als iemand Elisa wil draft, heb ik nog een goede image voor je. Nee, niet die van me. Nee, niet de Wardart. Daza. Yo, ik kom uit Daza Steel. You never know. Daza Steel. Lijkt alsof hij net geboren is nu. Alsof er... Holy shit. Daan is geboren. What the fuck? Er is een jongen! Hij is laatst al gedm'd. Ik dacht dat jij dat ging doen. Ik weet niet of het werkelijk gebeurd is of niet. Anders doe ik het, ja. Ik heb hem gepikt. En we hebben 40.000 stickers gestuurd, dus ik ga hem nog 4 keer pingen. Ja, maar ik weet niet wie dat gedraft is. Ja, one sec. Fucking Dijpscheid uit Duklub, ik zweer. Actually, maak dat je teamnaam Dijpscheid uit Duklub. Dit is een woord. Nee, dat komt waarschijnlijk uit Brabant of zo. Waarom meneer fucking Shimon en Goop mag niet zeggen dat is geen woord? Oké, dat je fucking zwee, hua, piau, piau. Als hij nu met oortjes in zit en dan hoort hij gewoon elke keer dit soort ping gelijk. Dat is op fietsen. In een taal die jullie niet kunnen. Het is nog steeds een woord. Brabant is gewoon een hele vreemde taal. Dat is wel waar. Het is gewoon Nederlands. Dat is taal. Jongen. Jongen. En wat Gerven maakt wel. Nee, het dialect. Ja, dat zeiden ze ook ooit over Friesen. Dat is nu ook niet meer zo. Dus waarom Brabant niet? Ja, maar Fries is ook daadwerkelijk een andere taal, flapdrol. Ja, maar nou, dat soort oren je Gerhoor praten, is dat ook Brabants? Nee, dat is vanaf. Aspoon, laat me cola uit mijn neus. In Friesland elkaar communiceren. Wat? Dat is zeker een teamnaam. Aspoon, cola uit mijn neus. Het team, er spoot cola uit je neus. Wat is het antwoord op jullie vraag? Man, dit is zo'n lastige keuze. Het is niet eens jouw beurt. I know. Ik moet voorbereiden op wat Lars gaat doen. Ik wil gewoon dat Duklet bij mij komt en dat is het. Daar heb je een persoon te veel van. Hoga, jongens. Dat weet ik, alleen... We moeten het beste team hebben. We do not care. Okay. Ja, kijk, als ik het beste team wilde, had ik Niels nodig. Mag ik een voorspelling doen? Ik denk dat Lars je nou gaat draften. Of Sam. Oh. Of Delano. Big of true. Delano zit er niet tussen. Maar dat was van. Echt? Delano is dus niet aangemeld voor de pub quiz, dus L. Hallo. Zo. En anders kan Lars gewoon Delano alsnog erbij smijten. Ja. Lars, ga nou sneller je bestellingen bezorgen. Jij fucking stinkt, jong. Iets even sneller. Bro. Het is Duklet al over again. Bro. Respectloos. Man is op werk, dus nu moeten we 8 uur wachten. Misschien moet je dan Lars gaan draften, want hij heeft wel de spirit. Het is letterlijk Chinchu. Maar Elisa, dit is waarom ik niet snapte waarom je de fucking arena afsloot. Om te focussen op de draft. Is Lars in mijn hoofd? Ik hoop dat Arena wel. Ah. Iemand even sneller remmen.
Juist goed. Ik moet even mijn vogels naar bed doen. Maar je hoogste ook nog. Iemand een Pokémon schaak? Yo, Pokémon schaak. Lorco, Lorco. Bestaan uit. Vier spelers van Pokémon schaak. Ik ga weer een cringe lord zijn. Ik ga melee spelen. Stuur mij alsjeblieft een invite. Jouw tag is te ingewikkeld. Oh, oké. Okay. Gaan we de stream uit? Ik zit op Pokémon schaak. Gaan we de stream eruit verneuken als ik nu ga streamen? Waarschijnlijk wel. Nee, dat even kijken. Oh, nu staat er gewoon zo'n bekijken blokje ernaast. Fijn. Maar dus, ga je wel de Pokémon schaak spelen of? Ik zet me als een joke, ik zit nog in een Rocket League game, maar ik ben daar om Pokémon schaak te spelen. Er zit toch nog wel een tiental seconden. Daan, je staat op offline. Sorry! Showdown. Oké, als iemand wil joinen, de room is draft sneller. En wacht, ik ga multitasken. En wachtwoord is sneller met een uitroepteken. Roename is draft sneller. Oh. Ja. Als je maar niet invite, jongen. Okay. Jongen. Ja, deze. Rambat. Wat was het wachtwoord? Sneller met een uitroepteken. Gas, what the fuck? Oké, meneer Talon Flame. Tijd om die wrong password. Dat zal waarschijnlijk sneller met all caps zijn. Nee, dat ook niet. Longer exists. Epic. Luke, wat is het? Gewoon randomize? Of? Ik ben daar om te randomizen. Randomize. Ik moet eerst even fucking klein genoeg maken dat het op mijn scherm past. Als iemand anders... Nou, dan moet je graag streamen. Oeps. Ah, oh, ik ben wit. Kut. Wat is LB? You're doing... Oh gosh, damn it. Je nooit een kort fan van de game. Like, je speelde het like, lang geleden en sinds kort ook op de Switch. Dus. Is dit een GG lose? Ah, nou man. Monka? Bro, deze begon te cheaten in Rambats. hoe krijg je twee fire types? Ik heb geen fire resist. Deadass. Ja. Ja, GG's, I guess. Ik weet ook niet hoe snel dat ding is. I mean, ik heb plus 2 speed, dus I don't know. Maybe leven. Ik denk het niet. Heb je FCC? Laten we dat gaan zien. Zullen we het met samen doen? Man. Ik had moeten Terra. Dit is sowieso dit. Yeet. Nou ja, het speed gewoon met Scarf. Oh, really? Dat was carved? Ja. Dat is... Fucked up. Dat killde niet. What the fuck? Dat is al crazy. Alright, anyway. It's a firelight. Okay, bro. Yeah. Random jet for no reason. Oh, wacht, dit is, oké. Okay. Ja, yeah, sure. Kan ik hier trouwen? Ja, ik zou trouwen als ik jou was. Alright, wat is mijn trouwoptie? Ik denk gewoon dit klikken. Dat is de trouwoptie, inderdaad. Goed gedaan.
Uit. No shot. Je hebt geen stellige Pokémon en Talonflame does it wake up. GG. Vet. Dit is nog wel like, een interessante boss. Geef me de chesscode. Oh. Ah, nou dat had ik compleet gemist. Whoops. Wait, hoe pakte je Bascule Legion? Heel cool. Oh, gewoon rocks. Oh, right. Ja, dikke fop dat je hier wakker wordt. Ik had niet door dat ik een cross-type daar had. Oh, ik ben sneller, I guess. Oh, let's my God. Go! Oh, yo, de tank van de eeuw. Dat deed 0 damage. Ja, yeah, maar ik win nog steeds, want dit ding outspeed het. Mijn scarf. Waarom jet hier yeah. dan? Omdat ik niet keek naar mijn team. Ja. Yeah. En dan doe ik gewoon... dit of zo? I don't know. Bruh. Oké. Flamethrower voor de boys. Oh, niet afgelopen? Oh, dat kan ook afgelopen. Niet. Waarom is dit ding ook 140 base speed of zo? Ja, unlucky. Wat kan ik zeggen? Bro, ik had alleen een Amoongus. Ik weet het niet. Holy shit, dat is lang. Wat is slecht? Best of 3. De fucking help, je staat schaak. Oh, ja. Muziek. Oh, Shark reageert. Huh? Oh. Oh. I bet you know. I could have guessed. Yeah. Oei. Wat een tryhard. Ik zie Lars er gewoon vooraan in een van zijn vrienden. Lars heeft ze nou, nee. Daar gaat Lux's plan alweer. I mean, you know, is dat het plan, hè? Tja, maar wie ga ik pakken? Wat zijn mijn opties? Even kijken. Iedereen behalve Daan is, you know. Weet je wat? Ik denk wel dat... Graag nemen een Big Funny Move is. Oeh. Nou, well damn, dan gaan de leuke mensen. Nu moet ik andere mensen gaan zoeken. Yo. Oh, bruh. Buurman en buurman. Disrespect. Hij was aardiger tegen me dan dat hij normaal gesproken is. Die neem ik. Hij is niet klaar voor de tag. De insane Ursa Ring tag. Balls ass. Ja, ik heb hier geen resistance tegen, dus I don't know, man. Hey, wait a second. Hey, waarom is mijn attack omhoog gegaan? Proc the guts op sleep? Nee, als het niet. Waarom is dan mijn attack dan hoger? Right. Wat hey, je bent gestalworst. Huh? Je bent gestalworst. Ik ben gewat nou? Gestalworst. Je tekst. Gewat dus? Die ken ik niet. Hey. Nou, ik ga ervan uit dat Sam de grootste Pokémon-kenner nog over is. Ik, dus... ik ben zo fucking dom. Fucking ik dacht Sam. Dat het andersom was. Oh wel, Uipo. Wow, yo. Ik had niet... Ik was Nick. Wat ben jij? Dat is cringe. Ik ga niet hier. Oh, fucking hacker.
Sam, wat jij? Dat ding is mogelijk snel waarschijnlijk nu, dus... Ik heb geen idee. En het boeit mij ook niks, want jij bent teamleider. Damn. Oh, damn. Dat is de attitude. Oké, dan. Dit ding is een moker scarfed, of niet? You know, ik zei dat een tijd geleden was sinds Tomsky niks iets deed. Ah, ja, Tomsky, ik ben deel van de squad. Wacht, ik ben mok stupid. Gelukkig heb ik een random video gezien dat over Palkia en dat hij minder defense heeft dan Spudef, dus... Ik ga gewoon dit drukken. Het zit niet mee. Ik werd drie turns sleeped, geen flame body proc en een high drop is. Oeh. Dat klinkt als een skill issue. Oh, last het een call. Holy shit. Hoi Lars. Hello. Even kijken. Ik ga voor de BM. Oké, de BM is niet gelukt. Luke, your turn. Dat killde gewoon outright. Oh. Very cool. Ik had al gedacht. Oh, God heeft gedacht. Oh. Nee. Maar ga ik dit doen? You know what? Ik gooi gewoon een D4. Tenminste, Gaaf, jij enige voorkeur? Jij bent de teamleider, ik niet. Ja, dat dacht ik al. Niet locked in. Oké, 4. No. Misschien had ik wel een voorkeur moeten hebben. Maybe wel, ja. Oh, dus Dragonite is mega, mega cheap. Ik ga ervan uit dat Lars Fried pakt, als die blijft staan. Nee! Duklet, nee! Lars, je waagt het! Misschien moet er mee pingen, want volgens mij is het niet meer voice call. Nee. Yeah. I mean, Lars is niet aan de beurt, nu is het nog Luke. Het zou leuk zijn als die Kaylee pakte. Oh, dat heb ik nog niet meegekregen, oké. Ik rolde een D4. Alleen dat heb ik wel meegekregen. Ja. Monka. Kan iemand even zeggen dat de opties Lisa, Nils en Fried zijn? Er zijn toch meer? Nee, dat is alles nog wat over. Denk je dat? Dragonite is ass. En nu doe ik dit. Oeh. Team Boomer. Oeh. Ah, yes. Je hebt heel Douglas gekregen. Felicitaties. Yes. We win these! En Nils. Ah, die is toch al gezegd in de kutclub ondertussen, dus dat moet niet. Dat is een joke, by the way. is dat een between teammates? Ah, nu moeten we nog teamnamen verzinnen. Maar... Dit ding heeft geen fire move, toch? Maar wel close combat. I guess. En misschien Firefang. Maar... Not sure of ik iets moet zeggen. Vast wel. Wat deed je, Luke? Ik pakte... Oh, I see. Ja, ik zag al dat het een probleem zou zijn. En ik zag al welke zet ik wilde maken. Had dat paard totaal over de kop gezien. Well, suicide, I guess. Oh. Ik denk gewoon U-turn, maybe click. Nee, ik moet deze ding op health hebben. Of ja, tenminste, Earthring is niet echt een threat of zo, dus. De laatste member wel. Perhaps, man. ja, ik klik op GC. Deze sign is zo fucking luid.
Waarom hebben wij niet zulke hippe namen gekregen? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik dacht even dat er stond bottom text. Je weet dat je jezelf in schaak zet te dagen. Stilletjes. Ik ga missen. Ik ben bang voor die bronzong. Alright, dus... Knikken kijken. Ik guess dat ik ook wel bakjes voor ons maak dan, ja, goed idee. Hij mist de man of you from downtown. Nee, hey, dit is de mist. Alright, nu het team zei, ben ik er weer vandoor. Alles leef wat je kan doen. But I'm not sure. It is a click dit. Ik wist niet dat dat zou killen, maar... Dat skill sowieso met een defense drop. Ja, het is maar 40 base power hoor. We doen nog eentje voor de best of 3. Best of 3. Oh, joh, een mess. Random. Hype. Dit ziet er free uit. Oh, ik ben. Ik heb één goede Pokémon. Ik heb een goede Pokémon. Oh, deze positie is super close. Oh nee. Oké. Ja. Yeah. I guess. Mijn team is een moker defensive, what the fuck? Oké, dat is gewoon een team. Nice attack stat. Idiot. Haha. Wat doet deze man ook weer? Of course. Waarom misten jullie nou? Oh ja, klopt, want je stond verdedigd. Whoops. Ach ja. Ik had het niet eens door, Tuin. Good job. Uit. Tijd om hierin te gaan. Shifu Dark, bruh. GG lose. Uit. Ik denk dat het de juiste move is om dit te doen. Gezondheid. Oké, ja, dat was misschien een throw. Oh, maar ik ga niet uit. Ik doe heen. Ik wil Trevor een draft omdat we team boomers zijn. Oh, wait, ik had speed je gewoon. Grind. Jullie zijn team boomers. Team boom. Je zou maar oud zijn. Hey, kijk maar uit, anders val ik ja met mijn rollator. Ja, dan gaat ze over mijn voet in rijden. Moet ik je straks nog helpen met het opstapje in de trein? Of is dat niet oh, nodig? Dat ook. Altijd, als je het zo aanbiedt. Anders krijg ik last van mijn rug. Hi, teamnamen. Dan krijg je geen killsnoepje van me. Luke en Luke, hebben jullie iets verzonnen? Oh. Oh, what the fuck. Dat is een... Daarom heb jij een goed idee voor teamnaam. Mega dood. I mean... Wil je de game ophouden, Gerrit? Yeah. Of, Nee, maar Luc, deze heb je verdiend. Dit is skillvol gewonnen. Dang. Ik wilde eigenlijk gewoon een bug pakken, maar ach. Ja, dit gaat sowieso Sucker Punch druk of zo. Mijn ene goede Pokémon. Wacht, ik ga even een bericht naar Kelly sturen. Ik weet niet wat de vakantie van nou wordt. Kelly is aan het streamen, we kunnen Kelly op stream vragen of dat ze een teamnaam weet. True. Luc, jij bent beperkt gewoon de generic pizzeria vond. Oh wait, ik zit bij Niels, nee toch? Oh wait, ik ben de laatste, my bad. Ik heb mezelf een verkeerd team gezet, haha. Dus ik weet dat je graag bij mij en Kelly bent. Coloniseert gewoon het andere team. Imagine dat ik dat zou doen. Niels een buit van een ander team, holy shit, insane. Ik heb verkeerd gedraft, ik dank je mijn anders team. Bro, waarom kan ik dat niet doen? Yo, trade-offer. Maar hoe ben ik overal pick 5 geworden? Wat? Bro, je bent de secret boss. Nou, kijk, dit is heel simpel. Niels zag heel groot op zijn scherm Thomas staan.
en werd heel nostalgisch naar de goede oude tijd. Nee, ik zei letterlijk en dat waarom. Is allemaal jouw draft. Nee, ik zei letterlijk waarom. Je kan zeggen waar, je kan een reden geven waarom, maar we weten allemaal dat dat niet de echte reden is. Waarom heb je in Nederland ingetoetst? Waarom? Uitstekende vraag. Die elf, wat? Oh, beest. Ja, yeah, fair enough. Ah, Tomski, wat denken wij? We kunnen iets met Formule 1 doen. We hebben allemaal Formule 1 mensen. Oh, dit krijgt Earthquake. Goed te weten. Ja. Man, dat klinkt als een leuk team. Allemaal Formule 1 mensen. Die Earthquake deed 65 tegen dat Delphox. Dit ding is super bad. Maar Luc, wat ben je dus aan het denken voor teamnaam? Heb je ideeën? Nee, ik heb geen idee. Kut. Dan, help. Doen, ik ben even Aaron aan het bodyen. De kluts. Heb je Kelly al een bericht gestuurd? Of, Ik heb Kelly al een DM gestuurd, maar als zij in de Twitch chat al zeurde. Nee, dat is fijn. Niels, hoe lang hebben we teamnaam te verzinnen? Bruh. Duplicicio. Dat is de counterteam van de EO. Hoe heet het ook weer als je gaat zwemmen voor zwemles? Dat je dan bij de eendjes zwemt of zo? Of weet het nou? De aardjes of zo? Zwemles. Wij hadden het een andere vorm. Wij hadden het in dieren. De Ducklet zwemles. Easy naam. Noem het gewoon Ducklet donderdag en als ze gaan klagen dat het vrijdag is, dan zeg je nee. Ja, eens. Ducklet donderdag. Klaar. Uit. Got it. Ducklet donderdag. Wat ver. Nee, laat die haast staan. Laat die haast staan. Ja. Oké. Welke haar? Of ben ik blind? Oeh, dat is cool. Oh, zo. De stream had grote delay. Ducklet donderdag. Dag, ik ben een zachte G. Ja, dit is om de Brabantse geet aan te tonen. Donderdag. Ah, je haat dus je haakjes doen, zetten. Ik heb oprecht geen idee. Er zitten ook zoveel zachte G mensen in jullie team. Uh-huh. Ze hebben zoveel Brabanders. Ze hebben... Farid. En voor de rest allemaal uit de noorden. Uit, ik moet maar hopen dat we het gaan missen. Yes, oh, let's go. Oh my god. Uit. The luckiest player alive. Tja, what do you mean? Ik ben super maken. Skillful. Man, Luc, als we nou team 4 waren, dan was het easy. Dan konden we gewoon voor Formula Friesland gaan. Formula Friesland. Bro, die is goed, Dan. Ja, die is wel goed, ja. Nice try. Ja, ik wist ook wel dat het niet ging killen. Waarom had ik die fucking shot raar? Ja, ik speelde gewoon mijn oud man, wat ik maar kan zeggen. Waarom staat het trouwens... Nee, nou van Mr. Pit. Ik bedoel... Sam woont aan de kust, dus dan woon je bijna in Friesland, toch? Toch? Ja, nee, helemaal mee eens. En Niels woont aan de Maas en dan ben je bijna in Friesland, toch? Ja. Oh, wacht even. Dat is zo'n slechte. Dat is mega cringe. Wacht. Ja. Ja? Je klinkt selfie on Saturday. Die attack is onmogelijk. Waar moet alles dagen worden, hoor? Okay, en vooral maar... niet vrijdag. Oké, maar Luc, ik heb een vraag. Waarom de Sylvie? Kaylee. Ik dacht van, we vinden allemaal wel Evolutions leuk.
tried to do something with it, but I couldn't think of anything. Ik dacht eerst aan Flurry on Friday, maar dat was een vrijdag. Every day is Eevee's. Poison, poison, poison. Every day is Eevee day. Honestly? Every day is Eevee day? Every day is Eevee day is niet dat vreselijk, denk ik. Eevee day aan elkaar. Niet dat vreselijk. Te maken. Every day met een spatie en Eevee day aan elkaar. Ja, ik dacht dit wel te confirmen. Every day is Eevee day. Ja, jullie zijn de Eevee fans allemaal, hè? Ja, fair enough. Plus 1 PP, Pog. To be fair. Je hebt wel één persoon in de groep met de slechtste Eevee smaak. Toch, Ger? Zal ik een look at the calculator voor je? Dat zou heel aardig zijn, dank je. Onnet. Ja. Nee. Ik ga hem ook gelijk blokken while we're at it. Ja, you don't disrespect... You won't kick me. You don't disrespect Jolteon like that. Haven't you seen the Jolteon body pillow? Are you sure you want to block Luxor? Blocking this user will also remove them from the friend list? Waarschijnlijk is... GG's. Fuck. Espion is waarschijnlijk het slechtste. Mute Luxor. Nee. Ik heb hem geblokt en gemute. We zijn binnen. Sorry, Aaron, dat kon je niet horen. Nee. Ja, dat is echt een hele slechte tip. Ik heb attentie nodig. Hoe durf je zo te praten over kinderen? Espion is like een van de betere. Nee. Ik moet ze sample. Nee, dat is ook een hot take, maar het is zeker niet een van de slechtste. Is cringe. Final answer. Voor aandacht anime noises. Kijk, heel goed punt. Vanavond zijn slechte takes gewend. Ja, dan geef ik ineens een goede take en dan is jullie helemaal verward. Dat snap ik. Maar als iets de slechtste evolution is, betekent niet dat het slecht is. Jawel, want het is een evolution. Ik bedoel, heb je de moveset van Monsalt, Leafeon en Jolteon gezien? Maar dus Leafeon is een van de evolutions. Oh, noem alle evolutions. Hey, laten we eerlijk zijn, ik heb 3 geweldige Leafeons uitgemaakt en 2 ervan waren gewoon gekut de RNG. Ik heb er 1 gemaakt. En dan is een Leafeon sweep soort van geweest in, wat was het? Easy Shellos? En RNG. Easy Shellos, ja. Als ik het afgelopen was, een wallbreak. En keihard ook. Dat was Ray. Oh my god, de vriendschapverzoek van Ger. Dit is het tegenovergestelde van blokken. Hij had hem verwijderd omdat hij had geblokt, maar... Want ik was omdat Luke alleen maar Steve speelt, kent hij alleen maar blokken. Ik heb Tomski heb ik volgens mij nog steeds geblokt. There's no way, right? Ik respecteer het, man, like bro. Ja, maar ik kan gewoon elke keer... Ik kan zijn berichten wel zien, ik moet er gewoon elke keer op klikken. En als er een discussie is, klik ik er niet op, want dan zie ik een slechte mening. Fair enough, I guess. Nou, we zoeken nog steeds een teamnaam, Tomski. Ja. Jij bent de teamleider, Niels. Ja. Op een gegeven moment moet je gewoon je mening gaan doordrukken. Je weet dat je Formula Forten wilt. Formula Forten. Ik heb een arena gemaakt, kom joinen. Moet je wel Formula spellen met een V ook. Formula Forten. Formula Forten. Formula klinkt gewoon als een Pokémon naam. Kan iemand een V-woord verzinnen wat gerelateerd is aan Sam? Vriendelijk. Kofferbak. VTuber. Nee, niet veel. VTuber, guys. Die is over Tomski. Die is over Tomski. Oh nee. Vergeetachtig? Is hij niet altijd iets vergeten ergens? Of is dat meer... Boodschappen doen. Oh, Luke. Ja? Ik heb een teamnaam. Ah, bedank je van Vierkant. Een beetje van over deze Vierkant? Er is ook Vierkant. Buurman de Skrill. Ah, Luke. Dus onze teamnaam wordt Buurman, Buurvrouw en Buurpersoon. no joke. Als het ons twee werd en Katie, had ik echt gewoon Buurman, Buurman en Buurvrouw gesuggereerd. Like, no joke. Dat zat zo in mijn hoofd. Dang. I like it. But I do think this is more like, yeah, we might need to communicate. Abstraction, guys.
drie keer buur. Buur. Je kan de buur uit de haakjes halen daar. Maar je kan niet de haakjes uit de buur halen. Kerry die doet haken in zijn buren. Oké. Kortens traditie. Arme Niels. Shut the fuck up, Aron. Jij komt ook nog wel een keer binnen haken range. Ik word echt zo ver mogelijk aan de andere kant van de gemeente Kuik als maar kan. Vergeleken met jullie. Wat heeft een vierkant met Sam te maken? Vierkant viertje voor te willen. Het is omdat het niet omdat het veel rond is. Maar like, ik weet niks met een V. Ik vroeg net of jullie iets wisten. Dit is heel goed. Nee, dit is heel goed. Waarom doet dit nog gewoon denken aan Cast Like Gatekeeper? Omdat het dat is. Het is like datzelfde. Like... Hij doet gewoon viool. Viool? V tot de macht 3. Goed. Nee. V-cubed. V-tubed. Viel. Vers. Oh, oh, heeft Sam nog andere like, eigenschappen naast een skills van zijn, like, iets? Volgens mij is Sam een NPC. Sam is een NPC. L plus ratio, zegt hij veel. Ja, oké, okay, fair enough. Dus, hij dat speelt vermenigvuldig, oeh. V plus ratio. De Volden ratio. Oh, yo. Hij speelt Vezeturni. Oh, Velleren. Speelt hij Velleren? Sam is de Nederlandse voice. Nee, hij speelt wel dat andere spel, heet. Ja, Overwatch. Oh, Niels, Phoenix Wright. Oh. Is er een Overwatch hero die begint met een V? Nee. Volgens mij niet. Dat is heel snel. Is er wel een Overwatch karakter met een V? Die begint met een V. Nee. Volgens mij de achternaam van Symmetra is Viswani. Ja, maar de... Okay. Wow, the lore. Letterlijk Sam. Het universum zingt voor mij. Als je boter op je hoofd hebt, moet je niet de zon gaan slaan. Heel goed gezegd, Aaron. Baby herkennen, Luke en Tomsky. Ja, nee, ik herken hem. Oké. Okay. Nu lijk ik alleen maar een clown voor 6, 7 van de 9 mensen in Kaal of zo. I mean... Ja. Je bent niet gewoon een clown. Oh, ook waar. Je bent het gele circus. Dat is iets hoor. Als je boter op je hoofd hebt, moet je niet in de zon gaan staan. Vooral team is Sam eigenlijk een fan in Formule 1. Question. Weet ik niet. Mag ik een appel of zo? Dan is een NPC, Dan. Alright, had je dan een team van Verstappen? Yo, Verstappen. I mean, Willen we dus mijn idee van met Kelly corresponderen? Ik denk dat dit wel een ding is om met Kate corresponderen, ja. We gaan even ons team met Kelly corresponderen voordat we de production gooien. Ik ga er wel vandoor. Oké, later. Bye, Luke. Doei. Nee, voor jullie ben ik wel echt groot fan van buurman, buurvrouw en buurpersoon. Flammentornado. Kan Sam die IRL? De vlammen tornado, denken jullie? Sam is een van de weinige mensen die niet in de zin even meekijkt, hoor. Oei. Dat is kind of sad. Ja, yeah, right. Oh, en ik wou dat ik wifi had. Dank je, pardon met mijn pesten. Dat is gemeen. Sam, ik voel me geprest. Romeinse emperor. Oh, cool. Ik kan niet geloven dat ik geen meepest. Uit, wacht, Tomsky, wat denk je... Well, ik kan niks voor Sam verzinnen. Wat denk je van like VTube, Fortum, voel me niet zo Hitman top? Ja! Ik vind het veel te diep. Kijk, ik ben wel blij dat ik niet in jullie team zit als ik dat zo hoor. Maar ik ook... Aaron, geen zorgen, jouw V was Shimon geweest.
Draagt Sam wel eens een V-neck shirt? Hmm. Yo, is Sam voorspelbaar? Of I mean, hij is MC, zoals we net hebben geconstateerd. Wacht. Zijn er dadelijk mensen die zijn bij Catan? Oeh, is goed. Nee. Schrijf me in. Oh, gelukkig zijn er 4 mensen die meedoen. Smile. Geef me even, like, 5 minuten. Anders kom een speed eraf doen, Luke. Er zat geen limiet op de teamnamen, right? Doe wat je wil. Nee. Op de character team leven limit. Oké, zie. De enige limiet is dat je niet geband wordt uit de pub. Het lijkt mij gelachen dat die mensen ons team daar zitten en echt zo van, voel me niet zo hippetop. Oké, Dukla Donderdag. Oké, Team Boomers. Ja, oké, nog enigszins normaal, maar sure. Team Buurman, persoon. En dat hij dan jullie aankijkt en echt dan zich afvraagt, oké. Ja, maar dan moet je de muur uit de haakjes halen, Ger. Man. Tomski, zit jij nu in je laatste jaar ook? Ja. En so far so good? Yeah. En heb jij ons gehaald? Weet ik veel. Dat is goed genoeg. Het was snel klaar, dus... Ging wel, of... Fuck. Je bent zo clueless dat je geen idee hebt. Dat zou ook kunnen. Helemaal verneukt heb. Zoals ik ben Nederlands. Also, Luc, heb jij dus een Kelly gedm'd, of... Nou, Luc is gemuut. Ja, maar hij is niet gedefend. Ik zou het gewoon naar haar stream gaan en gewoon zeggen van... Dit zijn de opties. Dit zijn je opties en we geven nog 1 optie. De antwoord zijn jee of nee. Hallo, ik moet er vandoor. Bij deze geef ik de opties aan. Nummer 1. Wat is nummer 1? De copypasta. Olsie, dat is een goede teamnaam. Hallo, ik moet er vandoor. Hierbij mijn antwoorden. Nummer 1, Biljon. Nummer 2, Shimon. Nummer 3... Ik haat onze teamnaam zo erg, Tomski. Ja, ik ook. Oh, nu snap ik het vierkant pas. Hoe bedoel je? Ik snap eerst het vierkant niet. Niet liegen. Ik snap nee, je weet de knuffel toch, van Niels? Ja. Oh, nee, dat is niet waar het over gaat. Nee, nee. Niet? Het vierkant is als veel rond is en ze weten niks, dus hij is nu vierkant. Oh. Alternatief, het vierkant feta kaas, wat eigenlijk een kubus is, maar dat weten zij niet. Een 2D is een vierkant. Ja, ik weet gewoon niks, bro. Ik zit na te denken, maar Sviel is gewoon like, rond en verder weet ik niks. Ja, ik denk dat dit gewoon neerkomt op... Sam is een NPC. Ja. Yeah. I hate to say it, but yeah. Sam, als je dit hoort, geef wat meer persoonlijke informatie op. Als Sam dit wil horen, dan had hij nog wel in kals gezeten. True. Ik team met een NPC en een VTuber, dat is crazy. Hyrule of the century. help mijn teammate is een VTuber. Dat het wel een leuke TV-naam geweest. Het dagje is, je hebt ze zelf gekozen. Oh, hallo Luc. Bro, ik ben klaar om Sam en Tomski, man. Die mensen zijn hype. Luc, had jij dus het idee dat ik jullie gedm'd, toch? Nee. Een speeddraft. Oh. Wat is een speeddraft? I am glad you asked. Luc, nee, dat was niet het correcte chapel die had gespeeld. Ik heb 3 Rubik's Cubes gestold. Oké.
Ga ik dit hier uitleggen? Niels, ik zet mijn hulplijn in. Dat werkte niet. Best wel terug. Ja, jammer. Ik bedoel, ik ben nog altijd net aan voor Katan. Moet de host dan niet contacteren naar mij en dan like, de vraag introduceren en like, dat soort stuff? Ik wacht op mijn beurt. Niels. Dat is jouw beurt. Wat was de vraag? Leg speeddraft uit aan Luke voor 500 punten. Krijg ik A, B, C en D? Nee, je moet het uitleggen, dat is open vraag. Oh, ik moet uitleggen aan Luke. Nu ga ik vooral beginnen met wat is. Wat is? Wat is speeddraft? Nou, we hebben een expert gevraagd om het uit te leggen. Speeddraften is draften, wat inhoudt dat iedereen in omste beurt iets selecteert uit een predetermined pool. In een snake volgorde, wat betekent van A tot Z, van Z tot A. Dat de uiterste einde twee keer op een rij zijn. En dat is basically een draft. En dan speed is like, dat het snel moet. Final answer. Oké. Okay. 200 van de 500 punten. Damn, dit is net de fucking middelbare school weer. Nee, je had het hele geschiedenisboek op moeten schrijven. Dan had je Maar dan verlies je alle punten. Spelfouten, dus fuck ja, jou. Luke, essentially, we draften like 8 punten in Snake volg, 8 Pokémon in Snake draft. Maar gewoon met z'n tweeën. Oh, en ik moest specifiek het speed draften wat wij gisteren deden uitleggen. Ik dacht gewoon het concept in het algemeen. Wisdom maar... 3. Shut up. Letterlijk één dag geleden. Ik wist niet dat het precies daarover ging. Je zei gewoon speed draften, like, het kan alles zijn. Hoe bepaal dan punten en zo? Oh, Aaron en ik hebben gewoon onze koppen bij elkaar gestoken. En met die 15 IQ die eruit komt, hebben we like, besloten wat een OU terecht komt en wat niet. Waar 14 van mij is. Maar die. we hebben gewoon. Dat is niet waar, Aaron. 15, ik had gisteren de breincel. Oh, ja, my bad. Je weet het nooit. 2 OU Pokémon, 2 UU, 2 RU en dan 2 NU en below. Het klinkt leuk, maar ik denk dat ik pas vanavond. We hebben ook de Pokémon Home Guys getierd. Uh-huh. Dus als je met Ineomas wil spelen. Wacht, wat? Als je met Ineomas wil spelen, zei hij. Oh. Of Ineomas Therion vorm. Dat kan. Bro, waarom duurt het zo lang om Kaylee te bereiken? Come on. Alternatively kunnen we Katan doen. Ik heb geen bericht gestuurd. Oh, ik ook. Ga gewoon naar de jongens. Daarbij, Kaylee is aan het streamen, dus je you know. Ik denk dat Kaylee Everyday Eevee leuk vindt. There we go. Nee, je moest een andere vraag. Ja, yeah, I know. Ik stuur naar deze game met die bullet. Oh mijn god. Daan viel eindelijk voor mijn twee kanten op rij. Ik ben zo blij. Ze verwachten nooit de tweede counter. Nope. Verbaas me, ik deed iedere keer dat counter klikte. Waarom is die Janma plat? Janma plat? Ja. Hoe bedoel je? Zie Draft League shitpost. Yo, Janma. Tweedimensionale Janma. Hey, dat is mijn knuffel. Die Janma is super dope. Ja. En toegevoegd een favoriete. Ja, oké, dit kan mijn brein niet aan. Ik sta door van een andere channel. Te veel shit om te ze gaan ook gaan ze tegelijk? Ik kan het niet zien. Nee. Nee, op twee. Niet. Waarschijnlijk is je 3 load wel. Ja. Oh, mijn scherm was heel close. Ja, nu staan ze een keer dus je reloadje. Oh, ik heb iets voor Sam. Holy shit. Vine boom. There we go. Is dat Sam's een V? Yep. Vineboom. VTuber, Fortemullen, Vineboom Sounders. Dat is jullie team. Paste.
Waarom hebben we de V gekozen trouwens, ook alweer? Ik heb geen idee. VTube start met een V, dus ik moest wel. Omdat Niels geen personaliteit heeft, behalve zijn tof. Dat is crazy. Kind ik van het. Ah, ik heb Kelly gedm'd. Nice. Onze team is er alleen maar slecht geworden. Tomski kan niet liegen. En die Skibbler's. Anders. Oeh, Skibbler's hype. Absoluut. I mean, het is beter dan vierkant. Sterker nog, dan kunnen we gelijk streamen. Ik heb toch de stream openstaan. Scribble, that's a go. Scribble? Ik ben down. Alright. Oh ja, we hadden al de updated new win improved ultimate scribble ultimate list of ultimateness. Staat de la palapalo's er al in? Padea staat erin als het goed is. De DLC Pokémon. Als het goed is niet. Die zijn toch ook niet zo bekend nog? Dan ga ik er even van tussen. Bye, Tomski. Bye. Robby, Robby! Wil je meedoen met Scribble? Of course. Trouwens, je bent op stream niet seksistisch zijn. Het is racistisch. Waar racistisch? Seksistisch mag wel. Oké, uit. Salutations. Ah, stupid as fuck. Oh, she's so bad. Kribble. Oeh, even snel een custom avatar maken hoor. Deze lippen zijn geweldig. De link erin? Waar staat hij? Ik weet niet, ik vroeg waar de link stond. Voor Scribble. Er is nog geen link. Denk ik. Verbazing zei. Maar hij is onzelfde. We hebben hier custom words. Good. Misschien room? Hebben we een designated roommaker? Ik kan best normaal gesproken doen Niels of Luc dat eruit. Ja, daarom. Niels, misschien moeten we even wachten met team name totdat Sam er ook bij is. Sam heeft ons achtergelaten. Toen nog maar één ding moest gebeuren als de teamnaam verzinnen. Sam kan het bekijken. Fair enough. Sam krijgt totdat Kaylee eindelijk eens antwoord en daarna ben ik er klaar mee. Ik denk dat Niels een beetje salty is dat hij zegt. Niels, we gaan gewoon Scribble spelen. We gaan gewoon Scribble spelen, I know. Maar ik wil wel eens image van Gilbert met Lars. Scribble. Goddammit. Maak de room. Net zo als in de room. Maak de room. De room is in de saus. Holy shit. Italianen worden ineens massaal boos. Hey, ik denk dat ik net letterlijk elke cultuur heb beleefd met wat ik heb gegeten vanavond, dus it's fine. Ketchup? Nee. Losse rauwe ketchup. Wisten jullie dat Italië twee dagen geleden een emergency meeting moest houden met het parlement, omdat pasta met 20% in prijs was gestegen? In Frankrijk was zoiets met wijn. Dat was wel funny. Omdat jonge mensen te weinig wijn drinken. Volgens de Franse oude mensen was er in Frankrijk ook met wijn. Moesten ze een hoop wijn vernietigen. Dat is pijnlijk. Damn. Jonge mensen drinken niet meer wijn. Please.
Maar wijn is ook helemaal niet lekker. Nou, waarom denk je dat Chino wijn drinkt? Chino drinkt wijn. Hij drinkt alcohol. Gewoon niet joken, ja. Oh god. Daan heeft Megaman tegen me gepakt. Goodbye. Is iemand op dit moment bezig een room te maken? Nope. Nog niet. Kan iemand een room maken? Waarom ik? Ik ben al zoveel zo aan het doen. Omdat Niels... Wat ben jij aan het doen nu dan? Ik ben aan het streamen, what do you mean? Wat gebeurt er nu op stream dan? I got you guys. Waar is de... Oké, invite link. Waar is de invite link? Zal ik het maar doen? Ja, is goed. Weet je hoe je de Pokémon erin doet? Ik ben aan het doen. De Pokémon namen? Nee, daarom dacht ik... Ah, ja, waar is de Niels? Ik ben het letterlijk aan het doen. Deze room. Oké. Waarom ging je niet naar Chunk? Omdat ik niet weet hoe Chunk werkt, Luc. Daarom gebruik je niet de Monado's. Omdat ik niet weet hoe Chunk werkt, Luc. Nee, ik zei daarom. Waar is de lijst? Ik zie gewoon in je VTuber de disappointment van elk bericht dat ik stuur. Oh, we hebben nu een 2000 characters maximum. Fucking overgooien. Ik heb Pokémon erin. 20.000 characters maximum. Right, ik kan op zich wel zien. Hallo. Hallo, joh. Right. Alright, iemand die hem de lijst. Die hem de lijst. De zwarte lijst. Leuk, heb jij? Of wat wil je dat wil ik doen? Ik weet niet of ik de lijst snel kan bereiken, dus. You know. Ja, maar als ik toch mijn lijst pak, kan ik het niet goed zelf. Wacht, wie is Emmanuel? Ik ben Emmanuel. Oké. Hoi Emmanuel, hoe gaat het? Ja, dan is een guy joint the scribble met de boys. Ik weet niet hoe ik de boel op het kan zetten. Dat bleef ik. Kan. Ik merk ook dat het... dat de strategy meeting in D&D al goed gaat. Ja. Ja. Dat weet ik, want ik ben daarbij. We need honestly. Good. Wait, is er een sneak... Oh, er is een sneaky job. Ja. Wow. Wacht, is mijn microfoon weer op mute? Ik dacht dat ik had gezegd. Wel. Ik zag je alleen eerder in de Schibble Room dan in de... Naar onze kal loopt achter. Oh, ja, mijn host. Oh. Hij is een job. Ja, je wilt het presenteren. Huh? Wil je het blijven proberen? It's fun. Ik ben hier voor de fun, niet om te winnen. Alright, maar either Niels maak nog een room of stuur die lijst naar Pokémon, zodat ik die erin kan doen. Oké, one sec. Luc heeft de lijst ook nog. Of iemand anders. Ja, het maakt mij niet zoveel uit voor wie ik hem krijg, of ik hem twee keer krijg of drie keer krijg. Maar ik heb wel geen paldee bij mij ertussen zitten. Ik kan wel voor paldee erbij smijten, I guess. Ik ben zo goed in gewoon per ongeluk rennen mijn spelers aanzetten. Oh, heb je de lijst nodig van Luc? De ultieme finished DM lijst. Ik moet hier echt mee ophouden. Is mijn bureaublad te leeg als ik dat soort shit op mijn bureaublad opsla? Nee. Maar je hebt wel slechte smaak dan wat je op je bureaublad opslaat. Hoe bedoel je? Help, ik kan de lijst niet vinden, want de chat is ook met open. Precies. Een kunstwerk. Ik heb hier dan nogmaals, ik heb hier een lijst, maar... Wacht, Job, wat zei je? Ja, ik heb... I mean, in onze gesprekssessie dat jij me ergens die lijst doorgestuurd die je had gemaakt. Dus als je er niet bij komt, kan ik even kijken. Ah, ik heb hem. Wow. Dat is vlug. Alright, send it. Alright, ik heb hier de lijst. I guess dat ik het naar Niels Niels. Nee, stuur hem naar mij. Ja. Stuur hem naar mij. Ja. Ik post erom. At the moment, ja. Yeah. Wow! Oh, dit is alleen Paldea. Ja, een lijst, okay. Dit is de alleen Paldea Dex, ja. Als er een paar dubbel tussen zit, is het zo erg, toch? Nee, dat klopt.
Maar je kan nu 15 seconden draw time. That's crazy. Kon dat al? Deden wij niet een keertje like, 15 seconden voor twee tekeningen en dat was lekker chaos? Oh, laten we daarmee beginnen. Doe maar niet. Ik dacht dat dat 30 seconden was. Alright, start. We zijn begonnen, je hebt 15 seconden. Wait, ik heb geen mistake tablet kunnen testen. Ah shit, dat werkt niet. Elisa, waarom ben je Shadow Shield aan het spelen? Ik doe het tegelijkertijd in de lustlog. Aaron. Ik heb... Aaron. Niels. Niels. Kan iemand scribble voor me streamen? Custom Words exclusively gedaan. Aaron. Ja, dat wil ik net zeggen. Jij bent iets vergeten te doen, ben ik bang. Ik stream het wel. Is het niet eens? Dat is niet eens. Wat? Boy? Oeps. Bro. Oh. Ik denk dat jij veel hard Oh, jij hebt niet de exclusive lijst aangezet. Mijn favoriete Pokémon, Harry Potter. Goede. Is een reset. Weet ik veel. Ik heb het geneukt. Ja, ik heb het op. Er zijn zoveel streams live van mijn leerlingen. Honestly, vanuit van een afstand. Oké. Okay, zet gewoon een stream aan en dan zitten de mensen op. Okay. It'll be fine. Ik? Keihard gebeet. Afrika? Ja. Afrika. Ja. Oh, Toto! Oh. Keihard gebeet. Luc en ik. Holy shit. Ik kan nu de room remake. Ik kan er niet eens op rekenen dat dit daadwerkelijk een... Ik weet ook niet of het een... Ik weet niet eens of ik naar een Pokémon zit te kijken. Nee, ja. Nee dus. Zit hij niet. Kan het dan naar een andere room? Restart de room, please. Ik weet niet hoe je de room restart. Gaan eruit gaan. Iedereen gaat hieruit en we maken een nieuwe. Oh, ik krijg net een Pokémon, guys. Ja, bij rechtsboven settings komt dat. Yeah, private room. Here we go again. Oh, dat kan ook. Oh, oh yeah. Yes. It's rewind time. Yo, Tears of the Kingdom? Oh, spoiler. Ik krijg die game nog binnen. Had ik kunnen gokken. Job, je bent gewoon terug in deze room. I know. Ja, omdat ik nog geen nieuwe link heb gestuurd. Ja, oké. Maar nu wel. Ja. Nu wel. Is dit een nieuwe? Ja. Dit is de nieuwe. Kelly is mij aan het spelen, dus misschien is de stream bijna voorbij. Wat was ze eerst aan het streamen dan? Eerst was ze de Switch aan het hacken en daarna ging ze iets spelen. Wat is word count? Oh, dat is wel uit hoeveel je kan kiezen in het begin. Yep. Wauw, oké, ik haat deze room. Oké, Job. Maar dit is de room ooit bij jou gedaan. Niet Pokémon woorden naar me toesturen. Dit is een nieuwe room, nieuwe kansen, Job. Nieuwe room, nieuwe kansen. Kunnen we al meer dan 15 seconden doen? Bro. Nee. 15 seconden is hel. Maar dat maakt het wel funny. Ik weet wel van de Pokémon namen nu eens. Wat is mijn scribble stream hang question? Er is geen room. Oh. Ik wacht op Niels en op... Oh, we zaten nog in een andere kamer, sorry. Ik lief hem al. Get a room, you guys. Er is geen scribble in Basingsee. Heeft Niels een strook? Ja, yeah, one sec. Oh ja, hij is ook nog aan het streamen, jongens. Niels is weer met te veel bezig. Ja. Uit, eerlijke game. Dit, Dan is die. Ah, hij hing aan de rand. Wat is een word mode? Normal, hidden, combination. Dat wat je ziet, denk ik. Hm. Geen idee. Nah, ik denk niet dat het een even game is. Ik zei niet even, ik zei ill.
kijk. Oh. Oh. En vergeet niet om use custom words only aan te staan. Use custom words only. Dat staat aan. Ik had er net ook op geklikt. Ik zie het niet staan aangevinkt, maar... Bij mij staat het ook niet aangevinkt. Moet iedereen het aanvinken? Nee, ik kan het niet aanvinken. Er staat een zwart blokje. Kunnen jullie zien? Oh, nu staat hij wit. Nu staat hij wit. Nu staat hij zwart. Ja, maar dat had ik dus net ook. Bij mij stond hij al op zwart. Niels. We moeten nu wel echt door. Nee. Goedemorgen, zeker. Ja, start maar alvast. Ik kom ik snap dit niet. Oké. Okay. Het duurt te lang. Ik sta hier al een tijdje. Oh, ja, sorry. Oké, in dat geval, Aaron, zet de ronde timer naar 30 seconden. I like nee! Waarom? Heb je wel aangevinkt? Ik heb 5 seconden. Ja. Oh. Ik ken al deze Pokémon niet, man. Internet. Toe. Het is wel ook een grote gatekeeper bij Pokémon. Dit is Paldea Dex trouwens. Nee. Hoe de fuck heet die ook alweer? Nee, nu is het gewoon een Alvaliva. Dit is letterlijk de Pokémon. Oh, dit is een... Hij let ons dan eten, wat? Yeah. Ik had hem ingetikt en ik was van, oké, is het goed? Kan ik weer een scrollstreamje krijgen? Join gewoon de lampstream, papje. Ja, Niels zit dan heb ik 30 seconden delay. Ik wil iedereen praten over fucking Alvaliva. Die zit dus nog op de main menu. Ik zet hem wel aan. Uh-oh, waarom wordt niks getekend? Oh, heel veel lag. Nee, er is ik weet niet of de... Oh. En toen was er ineens een Pokémon. Ja. Ik weet niet of het er komt omdat ik de room host. Ik denk het wel. Sableye. Was ik op tijd? Nee! Ik heb fout gespeeld. Oh god, Alright, volgende game. Iemand anders host de room. Oké. Okay. Oh. Yes. Oké, die poten zijn geweldig. Alright. Oh, veel keuze. Ik vind het